Zoals Yvonne Bierman van de stichting Welzijn Grote Grazers. Al 9 jaar lang volgt zij de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen op de voet. En ze is kritisch over het gevoerde beleid. Na het nieuws over het verdachte pakketje bij het provinciehuis werd ze meerdere malen gebeld. Of ik er iets vanaf weet, of ik wist wat er in het pakje zat, of ik er deel aan had genomen. Nou ja, wat moet je daar dan op antwoorden? Als de waarheid natuurlijk, heeft er niks mee te maken. Als je al 9 jaar gedegen op een legale manier bezig bent voor deze dieren om een ander beleid te krijgen, want dat is ons uitgangspunt, dat deze dieren een werkelijk goed leven krijgen, dat ze gevoed worden, dat ze medische zorg krijgen. En ik ben een doordouwer en de mensen binnen mijn stichting ook. En wij gaan door tot het bereikt is voor de dieren. Maar zonder bom of zonder nepbom? Maar zonder nepbom, zonder pakjes ergens neer te leggen. Hooguit misschien een keer met spandoeken. Maar verder houdt het op. Ja, op een vreedzame manier blijft u strijden. Wat zou u tegen de mensen willen zeggen die dat pakketje daar wel neer hebben gezet? Mensen, stop daarmee, want zo bereik je niet wat we bereiken willen. Als het de bijvoergroepen zijn geweest, dus echt de mensen die de dieren hebben verzorgd deze winter, zou ik zeggen, stop ermee, want we bereiken hier alleen maar het tegendeel mee. Bierman houdt er ook rekening mee dat het pakket juist door buitenstaanders is geplaatst, om zo de actievoerders in een kwaad daglicht te stellen. De provincie en de politie houden rekening met alle scenario's.